Floortje woonde met haar vader, haar stiefmoeder en haar stiefzusje Greetje in een mooi huis. Floortje was een heel gelukkig meisje, totdat haar vader stierf. Haar stiefmoeder was niet echt onvriendelijk tegen haar, maar ze hield toch meer van haar eigen dochter. Greetje hoefde bijna nooit in het huishouden te helpen, maar Floortje moest koken, wassen, strijken en spinnen. Op een dag zat Floortje achter haar spinnenwiel bij de waterput in de tuin. Haar stiefmoeder en Greetje stonden naar haar te kijken. En daar werd ze zo zenuwachtig van dat ze de spoel liet vallen. En die kwam met een plons in de waterput terecht. Haar stiefmoeder werd boos. "Je moet zelf de spoel uit de put halen," zei ze. Floortje leunde voorzichtig over de rand van de waterput en probeerde de spoel te pakken. Ze had hem bijna. Ze leunde nog een stukje verder voorover en opeens viel ze in het water. Floortje kneep angstig haar ogen dicht. Ze dacht dat ze zou verdrinken. Maar toen ze haar ogen opendeed, zag ze dat ze in een prachtige tuin stond met fruitbomen en mooie wilde bloemen. Floortje keek verbaasd om zich heen. "Waar ben ik nu terechtgekomen?" dacht ze. "Bij zo'n mooie tuin hoort vast een huis." Ze liep door de tuin en opeens hoorde ze een heleboel kleine stemmetjes roepen. "Haal ons eruit, we zijn gaar." Floortje hoorde dat de stemmetjes uit een grote stenen bakoven in de tuin kwamen. Ze deed de deur van de oven open en zag twee rijen broden. Ze haalde de broden eruit, want anders zouden ze verbranden. Ze legde de broden op het grasveld, zodat ze konden afkoelen. Floortje liep verder. Even later kwam ze voorbij een appelboom. En opeens hoorde ze een heleboel kleine stemmetjes roepen. "Wij zijn rijp, haal ons eraf." Floortje was heel verbaasd. Appels die konden praten. Maar ze pakte de boomstam vast en schudde net zo lang totdat alle appels op de grond lagen. Floortje raapte de appels op en legde ze keurig bij elkaar. Ze liep verder. Even later zag ze aan het einde van een pad een klein huisje staan. Ze liep er naartoe en klopte op de deur. Een lelijke oude vrouw deed open en zei met een schorre stem: "Dag, lief meisje, kom binnen." Floortje stapte naar binnen en keek de oude vrouw angstig aan. "Je hoeft niet bang voor me te zijn," zei de vrouw. "Ik ben vrouw Holle en ik wilde je alleen vragen of je mijn bed wilt opschudden." Dat wilde Floortje wel doen. Ze liep naar het bed, pakte de matras die met witte veertjes was gevuld en schudde die heel hard. Ze schudde zo hard dat het op de aarde begon te sneeuwen. Maar dat kon Floortje natuurlijk niet weten. Want ze wist ook niet dat vrouw Holle in een huisje hoog boven de aarde woonde. "Dat heb je keurig gedaan, lief kind," zei vrouw Holle. "Wil je niet bij me blijven wonen?" Dat wilde Floortje wel. Ze wist toch niet of ze de weg naar haar eigen huis terug zou kunnen vinden. Floortje hoefde niet te werken. Maar omdat vrouw Holle al zo oud was, hielp ze haar iedere dag. Ze maakte het huisje schoon, werkte in de tuin, kookte het eten en ze schudde iedere dag het bed op. Vrouw Holle was altijd heel dankbaar en vriendelijk voor haar. Floortje was best gelukkig, maar soms verlangde ze toch heel erg naar huis. Op een dag zei ze dat tegen vrouw Holle. "Dat begrijp ik best, lief kind," zei vrouw Holle. "Het wordt ook tijd dat je teruggaat. Maar eerst zal ik je iets teruggeven." Ze liep naar een kast en pakte de spoel die Floortje in de put had laten vallen. Vrouw Holle gaf de spoel aan Floortje, die er heel verbaasd naar keek. Vrouw Holle liep naar de deur en hield die voor Floortje open. Floortje stapte naar buiten en merkte dat het regende. En het regende geen waterdruppels, maar goud. En het goud blonk zo fel dat Floortje haar ogen moest dichtknijpen. Toen ze haar ogen weer opendeed, zag ze dat ze bij de waterput stond. Haar eenvoudige jurk was overgoten met goud
Wat mooi, zei Floortje. En ze holde naar huis. Haar stiefmoeder was heel blij dat ze weer thuis was. Maar Greetje keek jaloers naar het prachtige goud op de jurk van Floortje. Floortje vertelde toen over vrouw Holle en dat haar jurk in goud was veranderd. Ik wil ook zo'n jurk, zei Greetje. Geef die spoel eens aan mij, dan gooi ik hem in de waterput en daarna spring ik er zelf in. Dat is een goed idee, zei haar moeder, die ook wel wilde dat Greetje zo'n gouden jurk kreeg. Greetje gooide de spoel in de waterput en sprong er toen zelf in. En ze kwam, net als Floortje, in de prachtige tuin met fruitbomen en de wilde bloemen. Greetje liep door de tuin. Opeens hoorde ze een heleboel stemmetjes roepen. Haal ons eruit, wij zijn gaar. Greetje hoorde wel dat de stemmetjes uit de oven kwamen, maar ze dacht, dat doe ik niet, dan verbrand ik misschien mijn handen. Ze liep verder. Even later hoorde ze de appels in de appelboom roepen. Wij zijn rijp, haal ons eraf. Maar Greetje dacht, van appels plukken word ik moe. En ze liep verder. Ze kwam bij het huisje van vrouw Holle en klopte op de deur. Vrouw Holle deed open. Toen Greetje binnen was, vroeg vrouw Holle of ze het bed voor haar wilde opschudden. Daar had Greetje eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ze begreep wel dat ze iets moest doen om net als Floortje een gouden jurk te krijgen. Ze liep naar het bed, pakte de veren matras en schudde zo zachtjes dat er maar 3 sneeuwvlokken op de aarde vielen. Dat deed je zusje heel wat beter, zei vrouw Holle. Maar misschien kun je wel goed koken. Dat kan ik helemaal niet. En ik heb er ook helemaal geen zin in, zei Greetje brutaal. En ze wilde ook niet het huisje schoonmaken of in de tuin werken. Wel wilde ze iedere dag het bed een beetje opschudden, want daar werd je niet zo moe van. Er gingen een paar dagen voorbij. Op een ochtend wilde Greetje niet opstaan. Vrouw Holle zei, je moet maar teruggaan naar huis. Greetje sprong onmiddellijk uit bed en kleedde zich aan. Nu zou ze vast ook een jurk van goud krijgen. Vrouw Holle liep naar de kast en gaf de spoel terug aan Greetje. Toen hield ze de deur voor haar open. Greetje stapte naar buiten. Het regende, maar het regende geen waterdruppels. En ook geen goud, maar zwart kleverig pek. Greetje kneep haar ogen stijf dicht, zodat de pek niet in haar ogen kon komen. Ze durfde haar ogen pas weer open te doen, toen ze voelde dat het niet meer regende. Ze keek om zich heen en zag dat ze naast de waterput stond en dat ze van top tot teen met een dikke laag pek bedekt was. Huilend holde ze naar huis. Haar moeder en Floortje schrokken heel erg. Floortje maakte direct een bad voor haar zusje klaar. En toen Greetje schoon geboend en in een schone jurk bij de haard zat, dacht ze diep na. En ze begreep dat vrouw Holle haar had willen leren dat je niets voor niets krijgt. En voortaan werkte ze net zo hard als Floortje. En om de beurt droegen ze de gouden jurk.